In deze reeks programma's neemt Filmmeesters u mee naar de mooiste plekjes van Nederland. Vandaag zijn we in de gemeente Tiel. En wie kan ons beter rondleiden door Tiel dan de held van de Betuwe, Flipje natuurlijk. Kijk, daar komt hij net aan. Ah, hey. Hey, hallo. Nou, ja, daar ben ik dan. Jullie enige echte eigen Flipje. En dit keer in de rol van presentator in onze mooie korte film over onze prachtige stad Tiel. Tiel is gelegen aan de A15 en bereikbaar via de N834 en de N835. Tiel ligt ingeklemd tussen de Waal, de Linge en het Amsterdam-Rijnkanaal. Tiel is een stad met een rijk verleden. Al in de 10e en 11e eeuw van onze jaartelling was Tiel een handelsnederzetting van internationale betekenis. Voor de meeste mensen is Tiel bekend als stad van het jaarlijks fruitcorso en appelpop. We zijn beland in het gezellige, sfeervolle centrum van de stad. Hier kun je ontspannen genieten van een hapje of een drankje op een van de vele terrassen. En natuurlijk kun je er volop winkelen. Van groot winkelbedrijf tot plaatselijke aanbieder, van café tot restaurant, van museum tot galerie. Dat is Tiel. Ah, hallo. Hallo. Weet u trouwens hoeveel winkels hier zijn op deze Tielse promenade? Nee? Het zijn er 180. Veel, hè? Ja, kijk. En natuurlijk sta ik hier ook nog. Nog steeds. Ja, ik moest voor dit beeld van mezelf poseren voor kunstenares Else Ringnalda. En ik zal je laten zien waar ik nog meer sta. Kom mee. Ja, nou nog wel. Ja, hij wordt zo geboren. Ken ik ze niet. Zeg een fijne dag. Daar zijn jullie alweer. Ik ga even verder met winkelen. Ik ben al natuurlijk nog lang niet klaar, dat snap je wel. Niet alleen in de winkels, maar ook op de markt valt veel voordeel te behalen. Hier in het centrum van de stad is 2 keer per week markt. Op maandagmiddag en op zaterdag de hele dag. Voor verse groenten en fruit, een lekker stukje kaas of worst, verse vis, trendy kleding, nou ja, te veel om op te noemen. Succes dan. Dag. Ja, ja, zeker. Ik ga op de foto. Hey! Ja, iedereen wil graag met Flipje op de foto. Hij is zo beroemd dat hij zelfs een eigen museum heeft hier in Tiel. Nee, dat kan natuurlijk niet. Nee. Er staat geen fietsenplaats. Dat moet je het ook niet doen. Nou, dit is het Flipje en Streekmuseum. En hier binnen heeft men 2 zalen gevuld met informatie over Jamfabriek de Betuwe en mijzelf. Nou, ik ga even binnenkijken. Dat daar, weet je wat dat betekent? Toevluchtsoord voor het Bataafse volk. Toch, Raymond?
Jazeker, je hebt helemaal gelijk. Dit is de Tielse Waterpoort. De Tielse Waterpoort werd in 1647 gebouwd, maar tijdens de oorlog opgeblazen. In 1979 werd de waterpoort herbouwd met stenen, cement en zand. Nou, kijk, dit is de zaak van de stad. Het is een expositieruimte van de gemeente Tiel. En daar kunnen bezoekers informatie krijgen over toekomstige ontwikkelingen. Of zit hier nog meer, Raymond? Ja, dit is ook het VVV-kantoor. Hier kun je alles vragen over de stad Tiel en de regio. Leuk! Je kunt trouwens ook een wandelroute krijgen die je de mooiste plekjes van Tiel laat zien. En mooie plekjes zijn er zeker in Tiel. Kijk maar eens naar de Cecilia-kapel. Mooi, hè? Of, wat dacht je van een avondje uit in de Schouwburg? De Sint Maartenskerk. Het convent. En ga zo maar door. Er is genoeg te zien hier in Tiel. De Sint Maartenskerk is een kruiskerk in laatgotische stijl, gebouwd rond 1440 en gerestaureerd in 1969. Laten we even rondkijken. En dit is het stadhuis van Tiel. Hier werkt het gemeentebestuur. En kun je natuurlijk ook terecht voor je rijbewijs, je paspoort, bestemmingsplannen, vergunningen aanvragen en nog veel meer. Hier weten ze echt alles over Tiel. Jij ook hier. Leuk. De scheepvaart is voor de handelsstad Tiel altijd van groot belang geweest. De rivier de Waal stroomt ten zuiden van de stad. Verder stroomt rivier de Linge langs Tiel en ligt aan de oostzijde het Amsterdam-Rijnkanaal. Oh, wow. Zo mooi. Dit is nou de Waal. Wat je net zag, dat is het fiets- en voetveer Hendrikus. En die vaart van Tiel naar Wamel. Lekker rustig. Deze monumentale villa heet Bellevue, gebouwd in 1842. Bellevue was lang geleden een sociëteit en koffiehuis voor handelslieden in Tiel. En nog steeds vormt dit monumentale pand een markant oriëntatiepunt in Tiel. De gemeente Tiel heeft twee havens. De industriehaven ligt aan het Amsterdam-Rijnkanaal. En dit is de Waalhaven. Hier kunnen passagiersschepen aanmeren en er is een jachthaven voor passanten. Opgedeeld in een binnen- en buitenhaven. Samen goed voor 80 ligplaatsen.
Voor de meeste kinderen en hun ouders is het hertenkamp in Tiel een ontspannen manier om met echte boerderijdieren in contact te komen. En waar natuurlijk ook tal van activiteiten worden georganiseerd voor en met kinderen. Het Beursplein is een centrum voor werk, inkomen en zorg. In Tiel is het goed en sfeervol wonen. Bijvoorbeeld hier in de Vier Gravinnen, een wooncomplex dat genoemd is naar de Vier Gravinnen van het Italiaanse Siena. Bij het ontwerp en de bouw van de Vier Gravinnen is gekozen voor Italiaanse kleurstellingen. Is de perfecte plek om volledig tot rust te komen en te genieten van de ruimte en de prachtige omgeving met veel groen. Het is belangrijk dat het waterpeil goed wordt gecontroleerd. We willen natuurlijk wel droge voeten houden hier in Tiel. En dat regelen ze hier, bij Waterschap Rivierenland. Nou, hier zijn we dus bij de perserij. En hier stond vroeger de jamfabriek. Nou, en daar ben ik geboren. Ja, het ziet er nog goed uit, hè? Dit is de Prins Bernhardsluis, de toegangspoort van het Amsterdam-Rijnkanaal naar de Waal. De Bernhardsluizen beschikken over zeer moderne apparatuur om de schepen vlot en veilig te kunnen laten passeren. Jaarlijks komen ongeveer 38.000 schepen door de sluis. Het Amsterdam-Rijnkanaal, waarin deze sluis ligt, is een van de drukste kanalen van Europa. Hier in Tiel kan je natuurlijk niet alleen maar fietsen en wandelen. Nee, je kan hier ook prachtig varen. Over de Linge. Zo, kersen plukken. Ja, ja. Oh, moet daar naartoe. Zo, nou, kijk, hier gebeurt het nu allemaal. En kijk, ze zijn ook heel erg lekker, kersen. We zijn er natuurlijk allemaal super trots op. En terecht. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Heerlijk, lekker. Zo mooi. En hier gaan we de stad Tiel verlaten. Maar ik vind dat we een hele mooie tocht hebben gemaakt door de stad.
Ik heb ervan genoten en ik hoop u ook. Nou, tot snel ergens in Tiel. Doei!